aan tafel. Gaan zitten, kom erbij, jongens. Kom erbij. De broer, broer van Appie, Mo, Nouri en de voetballers en vrienden. Steven Bergwijn, Donnie van der Beek en Frenkie de Jong. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Fijn dat jullie er zijn. Steven, ik begin met jou. Jij hebt het eerst met hem gevoetbald, zou je kunnen zeggen. In de F'jes al van Ajax. Een gevreesd duo. Jij de doelpunten, Appie de assists. Kwam het daarop neer? Ja, ja. Zo was het. Ja, wat je zegt, sinds kleins af aan heb ik met Appie gespeeld. En ja, zoals je ziet, we waren gewoon zijn als broers. Mm-hmm. Ja. Hij riep, ik haal het allemaal lekker uit het boek, hè. Er staat veel informatie in. Jij bent licht ontvlambaar. Nou, we hebben Appie al een beetje geschetst als iemand die dan bemiddelt. Die je rustig houdt, die je toespreekt als waar het je vader. Dat was gewoon een vriendje die ook 7 of 6 jaar oud was. Hoe deed hij dat? Hoe ging dat? Ja, zoals je zegt, ik was wel eens licht onvlambaar. Of dan deed ik wel eens dingen of zei ik wel eens dingen. En dan was Appie eigenlijk degene die naar mij toe kwam. En wat zegt hij dan? Ja, gewoon hou je hoofd erbij. En ja, gewoon dat soort dingen. En nam je hem serieus? Ja, ja. Hij kreeg je rustig? Ja, ja. Met Appie en ik waren altijd samen eigenlijk. En als hij iets zei, dan en luisterde er wel naar. Hmm. En dan ging je ook nog, ik wil gewoon de foto even zien, want die hebben we geloof ik. Je ging dan schaatsen op de Jaap Edebaan. Ja. Weer of geen weer? Ja, nou, het was een tijdje dat na de wedstrijd, zaterdagavond. Toen, ik weet niet hoe we daar terecht kwamen. Maar ja, daar stonden Appie en ik met mijn broertje. Mijn neefje ging met ijshockey schaatsen zeker? Nog een keer? Met ijshockey schaatsen. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Bouwers gaat door. Ja. En ik was verbaasd. Appie kon het goed. Hij kon remmen, alles. Dus dat deed hij mij. Ja, ik vond het wel leuk.